Goedenavond, dames en heren. Ik zit in een zogenaamde kiosk. U kent die dingen wel. Dat zijn van die ronde, koepelachtige dingen waar je veel in Frankrijk tegenkomt. Daar worden concerten in gegeven. En deze is in 1884 geïnstalleerd. 300 jaar eerder, werd Balthasar Gerards hier niet ver vandaan, 2-3 kilometer vandaan, werd hij hier geboren. Zult u zeggen van, hoe kom je nou aan die vreemde gedachte? Wel nu, Balthasar Gerards trok naar Delft en daar kocht hij 2 pistolen en schoot de vader des vaderlands dood. Ja, de eerste koning van Oranje. En laat nou precies Willem-Alexander heer van Besançon zijn. Dan denk ik, zou dat een goedmakertje zijn of zoiets? Ah, we zitten in Besançon. Dames en heren, Cet écrit van Francis Cabrel. Er zijn mensen die dat hele mooie muziek vinden. Het is rustdag in de Ronde van Frankrijk. Thijs Sonneveld, op de rustdag. Het eerste bericht dat binnenkomt is: Cancellara slaat zijn koffers dicht en gaat naar huis. Jouw gedachten? Jammer. En de tweede gedachte: wat is er aan de hand? Dan denk je toch wel, ja, als je iemand zo belangrijk, iemand voor een ploeg, zomaar naar huis gaat, dan krijg je de indruk dat hij, sowieso dat zijn ploeggenoten hem dan blijkbaar niet zoveel interesseren dat hij ze nog wil helpen. Ook al vindt hij zelf dat hij misschien in de tweede helft van de Tour minder kans maakt dan in de eerste helft. Blijkbaar heeft hij ook niet heel veel vertrouwen meer in zijn tijdritcapaciteiten om de laatste tijdrit af te wachten. Hij heeft geen zin om over die bergen te gaan? Nou ja, en hij heeft geen zin om dan op zijn falie te krijgen van Tony Martin waarschijnlijk. Maar ja, wat ik zeg, een echt leuk signaal aan je ploeggenoten is het niet. Nee. Het is vlakbij Zwitserland. Dat komt dus wel meer voor in de ronde als je vlakbij huis bent dat je afstapt. Maar de Tour kan niet veel meer klapjes hebben hoor van renners met grote namen. Nou ja, voor de sport in het algemeen is dat natuurlijk niet goed, nee. Ik bedoel, ja, als je mensen, ja, zoals jij dat mooi zegt, als je de mevrouw van Zettens uit Tiel wilt trekken, dan heb je grote namen nodig. En als die grote namen afstappen, zoals Cancellara zegt, ja, omdat hij andere doelen in het seizoen heeft. Ja, hallo, dit is de Tour. Ja, hoeveel groter wil je het hebben? Ja. We hebben 2 gasten aan tafel die beide een Nederlandse ploeg vertegenwoordigen. Marijn Zeeman is de eerste die ik u laat zien. En het is een beetje kinderachtig, dat geef ik wel toe. Maar het is zulke leuke televisie. Ja, Marijn, je weet nu wat er gaat komen. Het is perendrups en paprika naast elkaar in een auto. In de, zeg maar, Kees Jongkind film van verleden jaar. En dat is waar de finish will be staged. En die general cut. Nee. Het is gewoon, de finish is op 3 kilometer van de streep. Ja, dan is dat de finish. Nee. De finish is echt, kijk, ze lieten net een plaatje zien. Op 3 kilometer is de finish, dat moet je nu even zeggen. Ja, wat dan? De finish is niet de normale finish. Op 3 kilometer nee, is de finish. Echt, Nico, geloof me. Op 3 kilometer voor de finish is de finish. Want de finish is geblokkeerd. De finish is geblokkeerd. Okay, jongens, de finish is geblokkeerd. Op 3 kilometer voor de finish is de finish. Marijn. Geloof me, Nico. 3 kilometer voor de finish is de finish. Hoe vaak is je dat nagedragen, deze scène? Nou, deze scène was ik eigenlijk al vergeten. Er zijn natuurlijk veel scènes die inmiddels wel meerdere keren de revue hebben gepasseerd. Maar dit was een hachelijk moment. Ja, dat is de eerste rit. Ja, maar jij zorgt ervoor dat jij het stuur in handen hebt. Daar komt het op neer eigenlijk. Nou ja, goed. Ik denk dat in alle auto's er heel veel verwarring was. Want ja, wanneer gebeurt het dat je in de Tour de France bent en dat de finishlijn opeens verplaatst wordt. Ja, dat was, om het nog even duidelijk voor u te maken, kunt u zich dat nog herinneren op Corsica? Dat die bus was vast komen te zitten onder zeg maar de finishplanken. En nou, dat speelde toen. Toen ook, een ander toen, was Rudy Kemna. En dat is onze volgende gast. Hij, deze man dus, tukker, zeg ik er altijd bij, maar een goeie. Ja? Hij ging op een gegeven moment scholen langs om kinderen te vertellen dat zij niet moesten doen wat hij wel een keer gedaan had. En collega's van Omroep Brabant waren daar een keer bij. De jeugd is natuurlijk een deel van de wielersport waar je dat als eerste zou moeten doen als je in de toekomst wil. Nou, dat is een van de belangrijke redenen waarom we meerdere avonden als dit geven. Om duidelijk te maken wat er in de wielersport heeft geleefd en wat de valkuilen zijn. Hoe voorkom je dat zij gaan doen wat hij deed? Ja, maar je moet niet liegen, hè? Nou, dat heb ik al veel gedaan. Geen wanhopige oproep, zo van doe het alsjeblieft niet. Nee, een nuchter relaas over vitaminespuiten en finale kokers. Het grijze gebied dat langzaam zwart werd. En in 2 fases heb ik een EPO-kuur genomen. Hoe het was, dat weten we, al werd het verhaal niet verteld.
geloof dat mijn kop eraf gegaan was. De zwijgcultuur verdampt. Een eerste winst. De ploegleider durft zijn nek uit te steken. In de koers en in het theater. Want ik weet dat het kan. En dat hebben wij de laatste 10 jaar met onze ploeg bereikt. Zeg je nu? Zeg ik nu. Be a true winner. Loop jij makkelijker door het leven sinds die tijd? Ik moet zeggen dat ik altijd wel makkelijk door het leven loop. Het is natuurlijk een cultuur die ontstaan is waar je ingerold. Ja. Ik ben erin gerold. Daar hebben we, toen ik in ieder geval wakker werd, heb ik aangegeven van dit moeten we niet meer doen. Ja. En daar zijn we eigenlijk, ik maar ook onze ploeg, Ivan Spekerbrink, zijn daar een plan aan begonnen hoe we dat kunnen veranderen. En op het moment dat je daar bezig mee bent, dan wil je je wel uiten. En dat heb ik eigenlijk niet alleen vorig jaar gedaan, maar ook de jaren die we met de ploeg aan het bouwen waren. Ja, maar er zijn een heleboel mensen die zeggen van, het is goed dat die kerels dat gedaan hebben. Dan gooi je het eruit en oké, dan ben je schoon, klaar. Ja, loop je anders door de wereld. Ja, maar dat bedoel ik dus niet te zeggen. Het was een bewuste keuze. Het laatste 1,5 jaar is het in een openbaarheid gekomen. Voor ons, voor mij, maar ook voor de wielerwereld. Voor ons? Nou ja, maar voor het grote publiek was het niet zo duidelijk. En dat is 1,5 jaar geleden eruit gekomen met veel verhalen. Ik kan niet zeggen dat het een zeer grote opluchting is. Ik sta altijd wel positief in het leven, met de juiste zin van het woord. Maar we laten het zo. We beginnen met een soort van Lego-opbouw. Bauke Mollema. Verleden jaar maakte hij ineens de kop op hol van heel Willem in het Nederland. Hij was daar samen met Laurens de Dam, Bouw en Lau. We gingen juichen, we gingen naar de berg toe, we hadden een klassementrijder. En diezelfde Bauke Mollema was een jaar ouder, een jaar wijzer, misschien ook wel een jaar beter. En dit zei hij voordat hij naar de ronde kwam. Voor mij is Ival Froome wel de grote favoriet. En kort gevolgd door Contador, dat zijn wel de twee mannen natuurlijk. Dat niveau dat heb ik nog niet vaak gehad, zeg maar, dat ik hun kon kloppen. En daarachter komt denk ik wel een bredere groep met mij erbij. Nibali en Talansky. We hebben nog meer, heel veel andere goede renners. Vogelsang, Kwiatkowski, die denk ik daarachter kunnen finishen. En als alles mee zit, misschien ook het podium kunnen eindigen. Marijn, hoe heb jij Mollema naar de Tour gebracht? Hoe hebben jullie Mollema naar de Tour gebracht? Conservatief? Gericht? Nou, ik denk dat we vooral... Dus het begint eigenlijk op het moment dat je in Parijs aankomt. Ja. Vorig jaar. En dan hebben we gewoon grondig geëvalueerd. Ja. En kijk waar we het nog konden verbeteren. En waar was dat? Vorig jaar was in de derde week was Bauke iets minder. Hij begon heel goed. En we vooral Lovie Delahaye, zijn trainer, de hele coachgroep hebben bij elkaar gezeten. Om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij die laatste weken een hoger niveau had dan dat hij in 2013 deed. Dus jullie hebben anders naar de Tour toegewerkt? Ja, veel dingen wel hetzelfde gedaan. Dat bleek gewoon heel goed voor hem te werken. We hebben wat nuanceverschillen aangebracht. Hij heeft het Nederlands kampioenschap niet gereden. Heeft hij nog een trainingsblok gedaan. En dat was vooral bedoeld om hem in de derde week beter te krijgen. Maar verder ook vele al dezelfde dingen gedaan. Nu staat Bauke Mollema 10e in het algemeen klassement. Ben jij daar tevreden mee? Ja, goed. Ik denk dat Bauke hier het filmpje ook al aangeeft. Hij noemt een aantal namen. Een aantal van die namen staan achter hem. Ja. En er staan er ook een aantal voor. Ik denk dat het voor ons als coachenschool altijd gevraagd wordt om te handelen naar de situatie hoe die op dat moment is. En ik denk, Bauke heeft vandaag zelf aangegeven dat hij niet top was de eerste week. Ja. En dan betekent het voor ons dat we gewoon iedere dag een plan moeten maken om ervoor te zorgen dat hij in het klassement blijft. Steeds een beetje bijstellen. Ja, en eigenlijk is vanaf nu gewoon de taak om hem, om hem zo goed mogelijk te helpen en dat hij nog iets kan groeien deze Tour en hopelijk nog wat omhoog kan kijken. Kun je aangeven hoeveel last hij ervan heeft gehad? Van die ziekte? Buikproblemen, maagkrampen, etc. Ja, hij heeft er gewoon heel veel last van gehad. Echt heel veel? Hoeveel last kun je dat vertalen in procenten bijvoorbeeld?
Maar ik zei vandaag tegen iemand, van als een renner zich soms niet goed voelt, dan gaat iedere ander gewoon naar zijn werk. Maar zoals Bauke zich voelde, zouden denk ik een aantal niet naar zijn werk, naar hun werk zijn gegaan. Maar was het zo dat hij grote delen van de nacht in gehurkte toestand doorbracht? Nee, dat was niet. Maar goed, hij was gewoon absoluut niet fit. Ja, oké. Dat gaan we nu maar zelf eens aan hem vragen. Han Kok zei, mag ik vandaag naar Belkin? Ja, Han, dat mag je, als je met een goed verhaal thuis komt. De rustdag is een dag van terug- en vooruitkijken. Zeg maar een soort van balansdag. Het is ook een dag van ontspanning. Dit is het duo van Marke Tanker. Maar goed, die balans dus. Voor Lars Boom valt die zeer positief uit. Bij een ander, Bauke Mollema bijvoorbeeld, is het een beetje zo-zo. Niet goed, maar ook niet slecht. En juist afgelopen woensdag, de dag dat Boom zo prachtig won, was Mollema ziek. Iets wat we nog niet wisten. Ja, ik ben niet lekker geweest, maar inmiddels weer helemaal fit. Dus een paar dagen last van mijn darmen gehad, vooral rond die kassei-etappe. Zoals niet ideaal, maar op zich goed hersteld. En nou voel ik me weer helemaal fit. Mollema wil het niet als excuus gebruiken voor zijn presteren de afgelopen dagen. Maar een aanval van diarree, dat kost toch een hoop energie, om het zomaar eens te zeggen. Ik was voor een paar dagen wat slap, maar goed, vanaf vrijdag was ik eigenlijk alweer gewoon helemaal de oude, zeg maar. Voelde ik me weer helemaal hersteld. En dus eigenlijk van het weekend, die etappes, heb ik nergens meer last van gehad. Vanmorgen reed Mollema met zijn ploeggenoten zo'n anderhalf uur in een rustig tempo rond Besançon. Daarna ging het weer over de balans. Niet goed, niet slecht. Een beetje ertussenin dus. Zo kun je het wel zien, inderdaad. Maar wat ik zeg, ik sta nou redelijk goed in het klassement. Ik sta al in de top 10. En het verschil eigenlijk met positie 3-4 is nog behoorlijk klein. Dus dat geeft denk ik vertrouwen. En zeker als ik me steeds beter ga voelen. Als er langere klimmen komen, dan wordt over het algemeen nog meer verschil gemaakt. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Wat is hier mogelijk? Het staat dicht bij elkaar. Dus er is heel veel mogelijk wat dat betreft. Kijk, met een goede dag en als ik nog wat verbeter, dan kun je gewoon nog behoorlijk stijgen, denk ik. Dus ik kijk zeker naar boven. En dat doet deze jonge fan ook. Die heeft zelfs al een geel armbandje voor Mollema in elkaar geknutseld. Dat is nog wat voorbarig. Maar toch, het geel zit om de pols. Conclusie op deze rustdag. Bauke Mollema is er nog en kijkt omhoog. Is dat het een beetje? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Er staat een glimlach op het gezicht. Marijn, kan jij bevestigen of ontkennen dat hij bij een van de etappes zijn oortje was vergeten? Ja, en de Roubaix-rit had hij geen communicatie. Ja. Lijkt me heel leuk. De hele wereld denkt aan een oortje. Is dat typerend voor hem? Nou, nee. Nee, ja, goed. Weet je, hij geeft net aan, rondom die rit was hij gewoon absoluut niet fit. Er zat veel spanning op en hectiek. Parcourswijziging op het laatst. Ik denk dat het gewoon in de spanning zo is gegaan. Hoe kwamen jullie erachter? Schreeuwen? Hallo? Nee. Wij liepen de bus in en er lag nog een kastje. Ja. Dus toen dachten we, oeps. En daar stond ook de naam Bauke op. Ja. Toen dachten we helemaal, oeps. Oeps, dubbel oeps. En toen dacht ik, dan kan het nog misschien bij de bevoren of bij de neutralisatie. Alleen, zelfs in de neutralisatie ging het al hard. Dus er was geen mogelijkheid meer. Ja. Wij hadden een beeld gevonden ergens in ons archief waarop staat Mollema al harkend. Dat kunnen we u laten zien. Zo komt hij dan binnen. Dat is in een van de etappes dat hij tijd verliest. Kijk, dat is naar Arenberg. Daar wachten we dus even op hem. Alles is daar verspreid. En dan, kijk, daarachter, daar zie je. Hier is hij niet goed. En hier verliest hij dikke tijd. Dit is het harkende shot van een man die weet dat hij op deze dag tijd heeft verloren. En dan in etappe 10 verliest hij op Nibali. En dan is hij misschien ook nog niet goed, hoewel daar zit hij toch wel bij behoorlijke renners zit hij in het wiel, nietwaar? En zo komt hij heel langzaam, komt hij weer, zoals hij zelf zei, weer in goede vorm. Als je het in tijd uitgedrukt ziet, en dat kunnen we u heel makkelijk tonen. In de tweede etappe verliest hij 2 seconden. Dan heb je die bewuste etappe van 2,25. In de 8e etappe 35 seconden. En in de 10e etappe verliest hij nog eens 1,06. Nu staat hij, Marijn, op 4,08. Moet je dan de stormbal hijsen of moet je zeggen van, nou, dat heeft perspectief? Nou ja, goed, als je dit verhaal hoort, heeft het natuurlijk perspectief. Ik wou dat ik zo goed kon harken. Hij is 4 minuten achter op Nibali. Alle renners die erachter staan, dan staat hij nog. Dat is allemaal nog te doen. En het enige waar hij zich op concentreert is op zijn eigen prestatie.
zo goed mogelijk verzorgen. En ja, dan gaan we straks zien waar het goed voor is en of je nog wat kan stijgen. Ja, Thijs, zie jij daar mogelijkheden? Ja, het ligt eraan hoe ziek hij is geweest. Hij, ja, heeft, volgens mij is... Je wil zeggen, als je ziek bent geweest, heb je een jas uitgedaan? Nou ja, misschien dat hij dan wel iets beter wordt. Maar volgens mij is zijn hele seizoen tot nu toe nog niet super geweest, afgezien van de Waalse pijl. Ik denk dat hij vorig jaar misschien over het hele seizoen wel beter op een iets hoger pijl stond. En ik had wel, kijk, als je bijvoorbeeld naar vorig jaar keek in de Tour, dan had hij in de laatste kilometer, dat was het aanklappen. En dan kon hij de laatste kilometer kon hij nog een verschil maken. Dat is er nu niet. Ja. Maar misschien, ja, daarom vraag ik ook net, wat is het percentage? Kun je er een percentage op plakken? Misschien dat je dan nog iets kunt groeien. Ik weet niet, hebben jullie bijvoorbeeld vermogensgegevens van vorig jaar en dit jaar al bekeken? Bouke rijdt in de Tour niet met vermogen. Ja, vanwege gewicht ja. Als fiets. Ja. Ja, dan had je een objectieve maatstaf gehad. Die heb je nu dus niet. Maar ja, kijk, het is, in principe is het heel jammer dat als er ooit een jaar was waarin je echt had kunnen scoren in een klassement en dan echt naar top 5, misschien wel podium. Ja, dan was het zonder Froome en Contador was dit een jaar geweest. En als hij op het niveau van vorig jaar had staan, ja, dan doe je er echt voor mee. En nu, tot nu toe komt hij er gewoon tekort voor. Dan moet je gewoon realistisch in zijn. Geen Froome, geen Contador, maar wel Nibali. Italiaan met het blauw aan van Astana. Die opzienbarend goed rijdt, die de gele trui verdient, die hem dan weggeeft. En wij roepen dan met z'n allen in onze wijsheid. Zie je wel, hij laat het rustig gaan, hij pakt hem later weer terug. Maar nee hoor, hij komt meteen, komt hij daar weer. Nibali, kennen we hem? Jeroen Stekelenburg ging hier op gaat het straks gebeuren. Een kiezelveldje naast het hotel van Astana wordt vakkundig omgebouwd tot persruimte. Om 2:30 komt Nibali terug van een trainingsritje. En de belangstelling van de pers is enorm. Na het uitvallen van Froome en Contador heeft deze Tour nog één topfavoriet over. De Italiaan Vincenzo Nibali dus. Poi quello che è successo ad Alberto dispiace un po' a tutti perché sappiamo tutti quanto tempo ha dedicato per questo tour sia lui e sia Chris Froome. Però ci sono tanti altri avversari che sono arrivati qui con una grande ambizione di fare una grande classifica al Tour de France. Quindi non ci sono gli ultimi due grandi vincitori di questi ultimi anni, però ci sono tanti altri corridori molto importanti. Zeer ontspannen beantwoordt de Italiaan alle mogelijke vragen. Hoort hij straks thuis in het rijtje Bartali, Gimondi, Coppi? Hoe is het om over 2 weken alle 3 de grote rondes te hebben gewonnen? Het antwoord is eigenlijk in alle gevallen hetzelfde. Tour de France finisce a Parigi. Dat hoogmoed voor de val komt, weten ze maar al te goed bij Astana. En daarom heeft iedereen hetzelfde zinnetje ingestudeerd. Ook Vinokourov. Le Tour de France est fini à Paris. Pour ça on peut pas aller trop loin et on reste jour par jour mais moitié du chemin on a déjà fait, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez hier quand Contador a chuté? Je pensais bon, c'est comme il a dit, quand Contador a chuté, je dis bon, c'est peut-être c'est pas grave parce que j'ai entendu la radio. Après, quand tu vois les images, c'est impressionnant. C'est vrai, je suis désolé pour Alberto, mais bon, c'est comme ça. Et dommage qu'il bon, il quitte le tour comme ça. En ook over dit onderwerp spreekt de ploeg met één mond. Luister maar naar Liewe Westra. Ja, het is gewoon echt zonde dat hij eruit faalt op zo'n manier. Maar ja, wij rijden onze eigen koers en tot nu toe gaat dat gewoon super. Ja, ik kan er heel lang over praten, maar het gaat gewoon echt heel goed. We zijn op eerste rustdag en we hebben geel. 2,5 minuut voorsprong ongeveer, dus ja, dat ziet er heel goed uit. Ja, een goed Hollands spreekwoord zegt, de een zijn dood is de ander zijn brood. Want hoe je het went of keert, ja, dit maakt de positie van Nibali natuurlijk heel comfortabel. Ja, ja. Ja, dat zeg ik. Het is gewoon zonde dat het op zo'n manier gebeurt. De meeste mensen hadden gewoon, ook gewoon een duel gezien, liever. Maar ja, ja, het is niet anders. Ja, het is koers. Hij valt. De volgende keer valt Nibali. En ja, zo zit het gewoon in elkaar. Het woord bescheidenheid is dus troef bij Astana. De meest directe verwijzing naar eventuele toerwinst zijn de schoenen van Nibali. Rudy Kemna, jij ziet hem. Je maakt hem mee. Hij komt langs je wagen rijden. Je hoort dingen over hem. Wat voor indruk maakt hij op je, Nibali? Hij zit goed in, de race. Vanaf de kasseienrit heeft hij afstand genomen. Concurrentie wordt minder. Maar ik denk dat er nog steeds mensen
in het peloton zitten die hem willen benaderen. Maar hij, Wie zou dat kunnen zijn? Ja, dus er zijn bekende namen waar Bouke het over had. Er zijn een aantal... Er zijn er niet zoveel meer, hoor. Maar goed, ik heb gisteren een aanval gezien van onze Poolse vriend Kwiatkowski. Die ligt dat... nog aan het zuurstof, hoor. Nou, dat geloof ik niet, want hij heeft een hele goede ploegmaat die hem heel ver weg heeft gebracht. Maar ja, dat zijn acties. En dadelijk komen de bergen nog, hè. We zijn er nog niet... De echte berg. We zitten nog niet echt in de berg. En ja, ik ben van overtuigd dat heet het een dagen... zware dagen, moeilijke dagen, ook voor Nibali zullen gelden. Dus ik denk dat de koers nog niet gedaan is. Marijn, heeft die zwakke kanten? Heb jij die gezien? Hier niet in ieder geval, nee. Tot nu toe niet? Nee. Maar het hooggebergte, het echte hooggebergte. Nee. Of niet? Nee. Zijn ploeg? Is die goed? Sterkste ploeg ook. Ja? Het geel is volgens mij beslist. Echt waar? Ja. Nou, goed. Daar hebben we er nu een bandje van, daar kunnen we je aan houden. Heb jij nog een andere mening? Nee, ik denk dat het klaar is, ja. Of in ieder geval dat Nibali zonder val, inzinking, verkeerde biefstukken enzovoorts gewoon de Tour wint. Oké. Okay, nou, mag je een andere vraag stellen? hoe kijken jullie naar iemand als Vinokourov in zo'n team? Ja, je mag de vraag stellen. Ik zou zeggen, de koers wordt beslist in Parijs. Om daar nog even over terug te komen. Want ik denk dat de koers nog veel geheimen in zich zal hebben. Het is de Tour de France. Ik heb niet eens het idee dat Thijs is, dat bedoelde. Vinokourov heeft natuurlijk een naam. Jullie staan zo ongeveer als Giant, staan jullie zo ongeveer lijnrecht tegenover wat Astana heeft in de ploegleiding. Door daar teammanagers, daar een ja. draaideur. En wij staan voor hetgene waar wij mee bezig zijn. En ik kan natuurlijk slecht oordelen over Vinokourov, die het op zijn manier en waarschijnlijk ook op dit moment de goede manier. Maar hij heeft natuurlijk wel een zwaar verleden achter zich. Hebben jullie daar contact over? Bijvoorbeeld met onderling? Nee, we spreken wel. Maar goed, het is niet elke dag kost. Want daar is de Tour veel te zwaar voor om dat elke dag op te stapelen. Wij weten, volgens mij weet iedereen wat voor ploeg Vinokourov heeft gereden. Hoe die zelf is geweest. Is beschuldigd daarvoor en we gaan ervan uit dat en hij. En gestraft nu, daarvoor? Dat zeg ik, beschuldigd en verstraft. En gaan ervan uit dat hij nu een nieuwe start heeft gemaakt. Zoals er veel mensen in het peloton een nieuwe start hebben en gemaakt. En iedereen heeft recht op een tweede start, hè? Vind ik. Nou ja, ik vind dat wanneer feiten erkend worden. En ook daar verbeteringen wil maken. Dat vind ik wel een hele belangrijke fase. Want... Maar dat is volgens mij wel een essentieel punt. Ja, ik persoonlijk, ik vind dat wel missen bij Vinokourov. Die ontkent nog steeds. Ja, ja, goed, daar heeft iedereen ook zijn reden voor. Ik kan er natuurlijk heel weinig mee. Dat begrijp je volgens mij ook wel. Ik ben benieuwd hoe jullie als ploeg. Wij hebben andere inzichten natuurlijk. Wij hebben andere inzichten over het wielrennen zoals wij dat nu beleven. En ik kan niet Vinokourov met zijn ploeg beschuldigen van heden ten dagen dat hij niet op een goede manier bezig is. Nee, maar dat hij met een verleden rondloopt en dat verleden voortdurend bij ons naar boven komt, dat mogen toch ook duidelijk zijn? Ja, en ook bij mij. Ja, oké. Okay. Jouw ploeg. Jouw ploeg begint aan de Ronde van Frankrijk met een massale sprinter. Zijn haar zit goed en zijn daden benen groot. Dat weten we nog van verleden jaar. We gaan naar de eerste etappe als we nog in Engeland zijn. Het is al tijden geleden. We hebben het pijltje er maar eens bij gezet. Daar zit Kittel. En het wordt een massale, een historische sprint. Want Cavendish moet daar winnen, weet u wel. Want zijn moeder is vandaar. Dat zijn van die sentimenten die dan meedoen in de Ronde van Frankrijk. En het wordt een sprint die misschien nog even door Cancellara om zeep wordt geholpen. Want die probeert daar bergopwaarts weg te komen. En Kittel houdt zich rustig en rustig en rustig. Hij wordt fantastisch afgezet. Laten we dat ermee helemaal over eens zijn. Daar komt hij aan. Maar er gebeurt nog meer. We vallen en Cavendish valt. Ja, en Gerrans valt. En dan komt Kittel. En Kittel heeft dan een vijfde, een zesde en nog een zevende versnelling. En hoewel het bergop loopt, gaat hij hier zitten alsof de troon voor hem is. En dan gaan we naar Londen toe. In Londen is het een beetje nat weer. Een niet zo moeilijke etappe. We komen van Cambridge af. Het is nat geweest. En dan wordt hij weer afgezet. Kijk, er kan niemand, maar dan ook helemaal niemand naast hem komen. Sagan is nog het dichtst erbij. Aan het wiel en nooit verder. Meneer Kittel, wilt u gaan zitten? Bieten zeer. Danken zeer. Geweldig. En dan, voor de derde symfonie. Kittel zit daar niet echt lekker.
Er zit er nog zo'n mannetje of 6-7 voor hem. En hij is het eigenlijk kwijt. Christophe, de Noor, die toch aardig kan sprinten, denkt, die is voor mij. Dat zie je hem aan alles denken. En daar is dan Kittel. Sagan kan er niet meer bij. De Marais kan er niet meer bij. Die kleine Fransman kan er niet meer bij. Gaat u maar zitten. Nee, dit keer kan ik niet gaan zitten, want dit was heel erg nauw. Dat is toch... Het is een heerlijk gezicht. Als jij hier zo zit en je zit te kijken, ik zag je gezicht. Er komt een hele tevreden trek over je hoofd. Ja, vind je het gek? Want... Nee, nee. Nee, ik vond het eigenlijk wel jammer dat de etappe van Londen niet wat langer in beeld is gebracht. Want ja, daar hadden we echt een hele goede teamprestatie. Met een hele goede Kittel natuurlijk, ja. Die het enorm afmaakt. Maar ja, de eerste drie etappes gingen vrijwel lekkerloos. De derde die we daar hadden, dat was even in de finale... Spannend. Spannend. Daar gebeurden een aantal dingen waar we echt op in moesten springen. En dan niet helemaal goed uitkomen. Maar ja, de teamwork is, dat is echt genieten. Ja, oké. Okay. Het gaat ook wel eens een keertje mis, toch? Want hij had er drie op zijn naam staan, deze Duitser. En er kwam weer een vlakke etappe aan. En toen waren er al mensen die zeiden van, nou, het is een beetje een moeilijke aankomst. Maar dan komen we hem tegen. Kijk, dat cirkeltje, daar zit hij. Er zat dus heel wat voor hem nog. Hij zit vrijwel achteraan in het peloton. Dan werkt hij zich op een gegeven moment wel naar voren toe. Maar dat is dan werkelijk het maximum. Want daar blijkt ook voor Kittel het einde te zijn. Het volgende beeld is het volgende beeld. Kenmerkend. Losgereden. Het spel lukte niet zoals het drie keer daarvoor wel gebeurde. Op enige achterstand moet hij toezien dat hij niet altijd weet te winnen. Maar dan is er altijd een ploeggenoot die kan verklaren waarom dat niet gebeurt. En als een renner van de fiets afstapt en weinig lucht heeft, dan ziet dat er indrukwekkend uit. En de woorden zijn ook gewoon recht uit het hart. Ja, we bleven niet rustig en letten niet genoeg op Marcel. We hebben het echt verneukt voor hem. Dat is echt, dit was echt niet goed. Maar specificeer het eens, waar ging het mis toen het boel op de kant ging? Toen raakten we elkaar kwijt. En we deden er eigenlijk allemaal tegelijk een inspanning. En daarna konden we elkaar gewoon niet meer vinden. En ja, dan wordt het lastig, hè. Oh, Curvers. Hij is wel duidelijk, hè, zijn woorden. Ja, maar het was ook hartstikke duidelijk. En, ja, maar dat hij dat kan uiten, dat is wat. Ja, je ziet in dit soort beelden zie je frustratie. En we zijn goed in dat soort dingen. En dan gaat het niet. En dan zie je ook hoe goed de prestaties van de drie keer ervoor waren. Doordat je in de Tour, als je een paar foutjes maakt, dan ben je kansloos. En dat zie je hier en het frustreert. Ja. Want we weten dat we het kunnen en op dat moment hebben we het niet gedaan. Want we zitten opnieuw in een toeretappe. Nou hebben we een paar keer bij jullie gezien dat er champagne op tafel kwam. En dan zie je al die kerels blij zijn. Dat komt dat, hè? Dat weten we dus. Maar op de momenten dat het fout gaat, zijn wij er dus niet bij. Hoe stil was het toen aan tafel? Aan tafel was het alweer wat bekomen. Ik kan je vertellen dat de eerste momenten in de bus wel duidelijk waren. Wordt er dan gevloekt? Ja, er wordt duidelijk aangegeven waar dingen fout gaan. En dat klinkt raar, maar dat is op een goede manier. Want we zijn kritisch tegen elkaar. We willen top presteren. En dan wordt er hun mening uitgeuit. En dat is op een hartstikke goede manier, gezonde manier. Waar je weer mee verder kan. En ja, natuurlijk is het niet altijd feest. Ja. Wie heeft dan de leiding? Jij? Of heeft Kittel het grootste woord? Nee, dat heeft iedereen even groot recht om zich te uiten. Juist de kracht van een team is, denk ik, omdat iedereen zijn mening kan geven. Ja. En daar ook dus sterker van wordt. Drie overwinningen, Ruud. Hebben jullie gewoon. Drie overwinningen. Ja, dat is een mooi getal. Er zijn hier ploegen die zouden op hun knieën tot Parijs gaan, hoor. Voor drie. En dat halen ze niet. Hier is Kittel. Met die momenten dat er feest was, dit dus. En dan bedankt hij zijn ploeggenoten. En dan weet hij dat hij ze nodig heeft gehad. En dat ze voor hem gewerkt hebben. 1, 2. Zo was het. Over mooie beelden gesproken. We zaten straks te kijken. De ASO, de organisatie van de Ronde van Frankrijk, geeft iedere dag beelden vrij van hele piepkleine cameraatjes die op een fiets zitten. Het is jammer dat we ze niet iedere keer zien. We hebben een selectie gemaakt. U mag nu meerijden in het peloton. Hou je goed vast. Goed aan het stuur vasthouden. Thank you.
U ziet het duwen. U ziet het een beetje schommelen. Ja, je wil dat door. En hier wordt... Hier wordt de overwinning van Kietel al gevierd door Velers. En Velers komt dan langs de onheilsplek. Daar, waar Cavendish zit, ligt, hangt. Dat is dus mooi om het zo te zien. Dan gaan we naar een volgende etappe. Dan zie je hoe er gedaald wordt. Het perspectief is prachtig om eens een keer mee te maken. Dat zie, voel je als renner. Je zeilt door die bochten. Dit gaat hard hoor. Dit gaat tegen de 80 aan. En dan kom je weer op het vlakke. In Londen. En dan denk je, ai, dat gaat ook hard. Daar ligt dan een hoopje. En dan komt er nog een renner aan met een cameraatje. En die denkt, waar is mijn rem? Daar niet. Hupsie. En pakken en gooien. En jammer, cameraatje, dat was het dan. Dat was het uitvallen van Henderson in deze ronde van Frankrijk. Het is een innovatie en het is mooi om te zien. Goed, we hebben een intermezzo. En dat intermezzo komt niet maar van zo iemand. Dat is onze vaste singer-songwriter in de avondetappe. Alex Roeka heeft nu een lied gemaakt dat wel aanslaat bij de laatste beelden. Alex, maar ik... Derde, vierde keer in de avondetappe? Ik dacht de vierde keer, ja. Vierde keer? Ja. Je bent altijd welkom. Heerlijk. Goed. Toen jullie over Keien moesten gaan rijden, hadden jullie twee mannen. Ja? Een Belg en een Nederlander aangewezen. Waren die gelijk voor elkaar? Sepp van Marken en Lars Boom? Ja, min of meer wel. Ja? Ja, ik denk dat in dit seizoen was Sepp ook door de blessure van Lars na Parijs-Nice de kopman voor Vlaanderen en voor Roubaix. Ja? Derde in Vlaanderen, vierde in Roubaix. Dus ik denk dat hij misschien een treetje hoger stond dan Lars. Maar duidelijk ging, was dat het ze samen moesten ging doen. In de koers. Nou, deze etappe was voor ons als ploeg. En dan zeg ik echt met nadruk als ploeg. Want dat is van verzorgers, mechaniciëns, iedereen die erbij betrokken was, was deze etappe ons grote doel. En het was duidelijk dat die twee jongens... voor de overwinning zouden gaan rijden daar. Marijn, hebben jullie ooit overwogen om die jongens in dienst van Bauke te laten rijden? Nee. Hij heeft op papier de sterkste kasseienploeg. Nee, ja, goed, ik zeg het eigenlijk niet goed. En, kijk, dit is echt maanden terug dat we over die rit hebben gesproken. En de doelstelling voor deze etappe was eigenlijk om de rit te winnen. En tijd te winnen voor Bauke. Alleen de omstandigheden waren anders. Dus Bauke was niet optimaal. Dat betekent niet dat Lars en Sepp niks zouden doen voor Bauke. We wilden gewoon als blok rijden. En Bauke daar zoveel mogelijk van laten profiteren. Maar ja, door de fysieke gesteldheid van Bauke hebben we daar een keuze in moeten maken. En hebben we het plan wat gewijzigd. En door Tom Lezer, Wijnands en Bram Tankink. En eigenlijk ook Stef Clement en Steven Kruiswijk volledig in dienst van Bauke te zetten. Maar die twee mannen gewoon echt voor de overwinning te laten rijden. Het was 9 juli en het was 9 jaar geleden. Weet u nog wel? De naam Pieter Wening moest weggegumd worden. Het werd Lars Boomen. Ja, het gaat een heel aparte dag zijn, denk ik. Oh, Boom is nu echt helemaal los. Ik heb geen woorden voor hoe het voelt om hier te winnen. Wat heeft het met jullie ploeg gedaan? Het gaf een enorme boost, voldoening, blijdschap. Ja. Twee dagen eerder namelijk zat jullie baas zeg maar, bij ons aan tafel. En toen maakte hij duidelijk dat je moet presteren in de race om een sponsor te krijgen. Dan win je een van de grote etappes in de Tour. Is daar... over gepraat, over de samenhang. Hoe belangrijk het zou zijn om juist die etappe te winnen? Nou, ja, goed. Kijk, we hebben eigenlijk aan de vooravond van de Tour met iedereen gezegd van dit evenement is zo groot. Onze concentratie, onze focus moet volledig op deze wedstrijd liggen. En we moeten het samen doen. Iedereen. Maar juist die etappe. Je wist, de wereld kijkt naar die etappe. Die wordt in Amerika live uitgezonden, omdat het die etappe is. Ja. Maar ja, goed, ik denk dat die motivatie er al maanden was. En daar hadden we geen
verlies van een sponsor voor nodig om, om super gemotiveerd die dag in te gaan. Is er na die overwinning wel even meer met de pluggen gebeld? Niet? Of praten jullie daar ook niet over? Nee, nou goed, ik verwacht van iedereen bij ons in de ploeg dat we de concentratie op deze wedstrijd houden. En dat moet gewoon... Het doet uiteraard wel ter zake, maar dat komt later. Ja. We lieten u net al wat beelden zien van die kleine cameraatjes. Je kunt je voorstellen dat op een dag dat het hondenweer is en dat je over die keien moet rijden, dat die cameraatjes nog meer extra's geven. Dit voel je dus als je op de zadel zit. Het was, dit zijn nog makkelijke keitjes. En dan wordt het wat minder. Ja, hier zijn ze beter. Ja. Lijkt als water aan de zijkant. Ja. Dan gaan we praten over een vent die... Ik kijk heel graag naar hem. Ik denk jij ook. Tom Dumoulin. Maar ik zeg er eens wat over. Jij staat naar hem te kijken en wat zie je dan? Brani. Brani? Ja. En wat ik heel mooi vind van hem is dat hij... Nou ja, hij durft zich uit te spreken. Ja. En geen blad voor de mond. En wat ik erg fijn vind is dat hij durft aan te vallen. En dat is zeker in wielrennen op het hoogste niveau is dat soms heel lastig. Zeker als je zo jong bent... Nou ja, wielrennen is super georganiseerd. Die ploegen, nou ja, kijk naar jullie ook, rijden de hele dag in informatie voor een sprinter. En de momenten en etappes waarin hij de kans krijgt, dan gaat hij er eigenlijk vrijwel altijd voor. Je kunt bijna opschrijven dat hij de dagen dat er echt een vlucht gaat, strijden om de overwinning, dat hij mee zit. En dat gaat, of hij nou de komende jaren een klassementsrenner wordt of een tijdrijder of iemand die ritten kan winnen, hij heeft wel de instelling om te winnen. Ja. En dat is op zich al heel bijzonder. Ja, wat is zijn plaats eigenlijk, Ruud, bij jullie in de ploeg? Hij heeft verschillende plaatsen. Maar in de Tour nu... Is hij vrij om te doen en laten wat hij wil? Hij heeft... Kijk, we werken altijd als een team. En hij heeft nu een hele bijzondere en een goede plek in de sprinttrein. Dat kan hij ook perfect. En hij is op bepaalde etappes is hij vrij om zijn kansen te gaan. Ja. En dat doet hij ook heel erg goed. Als ik over zijn... Brani zie ik niet zo, maar charisma zie ik wel als een kernwoord voor hem. Hij heeft status en hij... Ja, maar hij is nog zo jong. Ja, maar hij is al wel een kerel. Een man. Een echte. Ja. Ja, en ja, dat zie je hem wel. Zat hij niet bij jullie vroeger in de organisatie? Nou, ik heb met hem bij Argos gewerkt. Ja. Dus hij zat bij de jeugdopleiding van toen deze, je nog van niet deze ploeg. Zat. Ja. 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 Oh, we gaan zo beginnen. Ja. Het was al gezellig. Hè? Twee keer vierde werd Tom Dumoulin. En dat waren sprints die telden. Het pijltje geeft weer aan hoe die meegaat. Kijk, hier zijn niet de minste sprinters bezig. Dit is die sprint met de val van Talinski. En dit is de sprint van Trentin en Sagan. Maar dat doet hij gewoon mee. En dan zit hij rechts. En dan wordt hij vierde. En toen zeiden we al van, dat is geweldig dat je in Nancy vierde wordt. Fotofinish erbij, nou dat is op anderhalve fietslengte. Maar hij gooit zich in de strijd, hij is er. Hij bewijst zichzelf een hele goede dienst. En dan gaan we naar Mulhouse. Dan zakken we dus een beetje Frankrijk in. Kijk, in die binnenbocht. Rudy, daar wilde hij demareren, zei je? Ja, dat was eigenlijk de vorige etappe al waar hij heel kort zat. Ja. Maar hij plaatst zich enorm goed. Ja. En ook hier weer vier. En hij laat ook zien dat hij meedoet. Kijk, er zijn grote groepen die daarover komen. Ja. En hij is niet direct de sprinter, maar hij is wel de man die zich wil laten zien en ook vol erin gaat. Nou, heel veel loftuitingen. Dan maar naar wat doet zo'n man op de rustdag? Het is even afwachten hoe Degenkolb zich voelt. En als hij zich heel goed voelt, dat we misschien één dag voor John gaan. En dat ligt ook een beetje eraan wat andere ploegen willen. Hè. Als wij de enige ploeg zijn die dan een gedecimeerde sprint willen, dan wordt het heel lastig. Maar als Sagan bijvoorbeeld hetzelfde wil, dan weet je dat de ontsnapping weinig kans heeft en dat je er toch beter met Degenkolb kunt werken. Maar tot nu toe heeft hij wel veel last van zijn val. Dus het is even af. Maar dat zou betekenen dat je eerder voor je eigen kansen zou mogen rijden? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dat zei hij vanochtend tijdens de persconferentie. Nou zweefde er een soort van bericht rond dat jouw ploeg vandaag misschien wel eens een keer een nieuwe naam van sponsor zou kunnen geven. Dat bleek niet zo te zijn, maar toch werd er aan Tom Dumoulin gevraagd hoe hij daarin stond.
wat ik begrepen heb, is dat het, goed is voor volgend jaar. Het precieze weet ik er niet van. Nieuwe sponsor of gaat de huidige toch door? Ja, dat weet ik zelf nog niet eens. Dus je kunt er naar vragen, maar ik weet het niet eens. Hij weet het niet. Weet jij het wel een beetje? Nou, ik weet het wel een beetje. Ja? We hebben een commitment met Giants. Ja. En Giants zal de ploeg voortzetten. In welke vorm, daar is nog met een co-sponsor of niet. Ja? Daar zijn jullie mee bezig, met die co-sponsor? Daar zijn we mee bezig. We zijn in gesprekken daarmee. Ja. Ivan Spekenbrink is daar grote delen van de dagen mee bezig. Om het gewoon op een goede manier rond te krijgen. Kijk, Giant is een grote sponsor die niet elke sponsor mee samen wil werken. Ja. En daar zijn we naar op zoek om de commitment goed te krijgen met een co-sponsor. En daar liggen de gesprekken en die zijn nog niet afgerond. Die zijn bezig. Marijn, hoe is het bij jullie? Is er een beetje beweging in gekomen? Richard Plugge is daar net zoals Iwan grote delen van de dag mee bezig. En ik concentreer me op de Tour. Ja, maar je hoort wel eens wat. Ik bedoel, je mag je ogen wel ook even laten opflikkeren zoals Rudy dat deed, hoor, als je dat kan. Ik concentreer me op de Tour. Oh, wat heerlijk. Merk je aan renners dat ze al met andere dingen bezig zijn? Nee. Nul? Nou ja, ik lees ook wel websites en... Dat is allemaal... Ik lees ook dat renners in verband worden gebracht met een andere ploeg, alleen... Echt bij ons is het gewoon op dit moment niet het item aan tafel. We zijn echt midden in deze wedstrijd. En ik hoop dat de jongens allemaal uiteindelijk de keuze krijgen of om bij ons te blijven of een andere toekomst op te zoeken. Maar de enige invloed die wij nu kunnen hebben is presteren hier. En dat helpt bij het voortzetten van deze ploeg. Dan ga ik u voorstellen aan iemand die u nog nooit sprekend bent tegengekomen in uw huiskamer. Wij ook niet. Niet Thijs, Rudy misschien ja, wel. Ja, jij wel. Maar hij start in deze ronde met rugnummer 107. Hij rijdt bij Giants en hij staat onder de naam Cheng Yi. Dit zag Cheng Yi vanmorgen toen hij aanschoof bij het ontbijt. Een mooi versierde stoel met daarop iets wat op een Chinese tekst lijkt. Het is duidelijk, hier is iemand jarig. Well, happy birthday. Thanks. What's your age now? 27. And look at you, you have your birthday on a rest day in the Tour de France. Yeah, I think I'm lucky. Zo eindigde gisteren de eerste werkweek van Cheng Yi in de Tour, bovenop La Planche des Belles-Filles. Hij staat laatste in het klassement, reed al bijna 2,5 uur langer dan Nibali. Maar we zagen hem vooral ook vaak zo, urenlang, onvermoeibaar op kop van het peloton de eerste dagen. Het heeft hem een mooie bijnaam opgeleverd. Ja, yeah, they call me Breakaway Killer. Ja, yeah, the Breakaway Killer. Yeah. You kill the breakaway. Yeah, I have to do that job. Het is bijzonder, de eerste toerrenner uit China. En dat verhaal gaat erin als koek bij de toervolgers. Dagelijks moet hij zijn verhaal vertellen. En zo ook vandaag. Actually, till now I still don't believe it. I'm in the tour, you know. But you are. Yeah, yeah. When you see in the outside, it's great. I won't be there. But join this race, you're in the race. Actually, probably I don't have too much time to think about that. Because I have a... Racing, totally focused on race and do my job and finish the mission. Cheng Yi komt uit Harbin, een stad die wij vooral kennen van het schaatsen. Jaarlijks is er wel een wereldbeker. In 2002 begon hij te fietsen en 5 jaar later kwam hij in Nederland terecht. First year I live in Limburg. The area was Lanaken, side of Bouten. And the second year I moved to Assen. And I think I stayed there 4 years. And a few years ago I moved to Hengelo. So in Hengelo I have 2 years and this year I moved to Stuttgart. Dat Cheng Yi heel aardig kan fietsen, dat weten we inmiddels, maar hij heeft nog een grote kwaliteit, namelijk koken. Explain this. Coca-Cola chicken wings. Wow. This everybody famous just to make the cola with Chinese soya salt together with the chicken and just waiting till them the water is gone, that's it. I make them whole for whole group. Yeah, they like it. Okay. Okay. Now we see you in Paris, I think. Yeah. Thanks. Sure, huh? Yeah. Paris. Thanks. Yeah, deal. Okay. Yeah. Thank you.
Rudy, wat een leuke man. Ja, er zijn alleen maar leuke mannen bij ons in de ploeg. Nee, maar dit is toch heel speciaal. Dat weet je. Ja, er wordt naar gekeken door iedereen, door alle volgers. Daar loopt een jongen uit een hele andere cultuur. Geweldig. Ja. Kijk, we zijn een mondiale ploeg. Dat willen we zijn. Daar de sponsor komt daar ook vandaan. Nou ja, de sponsor die komt daar uit Azië. Eén sponsor. We hebben daar... Maar dat is niet het grote ding. Het mondiale, wij willen uitstralen als wielerploeg. Dat is een belangrijk ding. En we zijn begonnen met Aziaten om daar progressie in te maken. Zoals je zag, hij komt uit een omgeving waar ze 2 wedstrijden in een jaar reden. En we zijn daar stapje voor stapje mee bezig gegaan. Dat is natuurlijk dat is een hele stap. Het is ongelooflijk om je voor te stellen. Maar zijn uitstraling is zo leuk. Ja, maar het is gewoon een hele leuke vent. Het is gewoon een mannetje. Ja. En het is meer dan een Chinese, kan ik je vertellen. En zoals hij de Nederlandse plaatsnamen uitspreekt, helemaal niks mee aan de hand. En heb jij die cola chicken wings al gegeten? Ja, dat is heel populair bij ons in het team. Okay. Zo zullen we het hij houden. Kookt goed. Rudy, rookt die? 95% van de Chinese mannen rookt. En ik heb ook met Chinezen in het team gezeten en die rookten allemaal. Ja. Hebben jullie hem al een keer betrapt of niet? Nee, hij rookt niet. Hij doet dat stiekem op het toilet. Ja, dat zou kunnen, maar hij is heel open en ook een man die echt weet wat hij wil. En ja, dat brengt hem natuurlijk wel heel ver. En in een ploeg waar hij nu ook zijn taak doet, op een hele goede manier. Hij staat laatst in de Tour, maar hij heeft wel de meeste kilometers op kop gereden volgens mij. Ja, en hij heeft een geweldige smile op zijn gezicht. Hij is natuurlijk wel blij. Ja, de rennerkenner. Stuur uw antwoord naar tourquiz@nos.nl. De opgave van gisteren was er een uit ver vervlogen tijden. We bedoelden de fietsende monnik. Een Italiaanse wielrenner die zich tot de vroomste der katholieken mocht rekenen. Gino Bartali. En die in 1938 en in 1948 de Tour won. Daar zat slechts 10 jaar tussen. Frederike Nijssen uit Leiden. U krijgt dit pakket met de Tour van Bauke, de bidon, de pet en de trui. Hartelijk gefeliciteerd. In galop door naar de etappe van morgen. Na het geweld van vandaag doen we het morgen wat rustiger aan. 187,5 kilometer leggen de renners af en onderweg komen ze een paar kleine beklimmetjes tegen. We rijden morgen dus van Besançon naar Oyonnax, van de stad van Victor Hugo naar die van Éric Baron, van Les Misérables naar de plastic hoofdstad van Frankrijk. Het zou wel eens kunnen uitdraaien op een massasprint, maar snel, echt snel, zal het niet gaan. Hugo werd geboren in Besançon, maar woonde er niet lang, omdat zijn vader als generaal onder Napoleon diende en om de haverklap moest verkassen. Victor schreef zijn grootste werken naast Les Misérables bijvoorbeeld De Klokkenluider van de Notre-Dame in Parijs. En daar zijn we voorlopig nog niet. You must never leave the church. Als het aan Éric Baron zou liggen, dan waren we er zo. Baron is de snelste man ooit op een fiets, zowel op gravel als op sneeuw. Zijn hoogst gemeten snelheid is 222 km per uur. Baron is een thrill seeker van het chronische soort. Er is geen beroemde helling te vinden of de voormalige stuntdubbel van Sylvester Stallone en Jean-Claude Van Damme is er wel eens met een fietsje vanaf getuimeld. Mount Fuji, Etna en Mauna Kea op Hawaii. Net als Hugo is hij niet lang in zijn geboortestad gebleven. Éric Baron woont tegenwoordig in Nicaragua, waar ze vulkanen hebben waar je vanaf kunt crossen. En wie dat ook eens wil, die kan Éric Baron bellen, maar neem dan wel een helm mee. Goed, de etappe van morgen dus. 157,5 kilometer. 2 keer de derde categorie, 2 keer de vierde categorie. De dag later overigens gaan we naar Saint-Étienne. Denken we allemaal aan Henk Lubberding. Dan ook nog zo'n etappe. En de dag daarna pas gaan we echt klimmen. En dan gaan wij Nederlanders langzaam aan Bauke denken. Dat is terecht, hè? Zeker. Goed zo. En wanneer komen jullie weer in de strijd? We zijn morgen weer aan de beurt.
Afspraak. Elke dag is een afspraak, is een jongens. Dag. Ik vond het leuk dat jullie hier waren. Is een rustdag ook een rustdag voor jullie geweest? Ja. Jij knikt. Nou, voor mij niet. Oké. Okay. Thijs heeft ook gewerkt. We mogen een slot drinken. Cheers. 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 À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi.